Goedemorgen! Westland, daar zijn we weer. Vandaag met een fight workout. Danielle doet gezellig met jullie mee. En ik praat jullie er doorheen. Althans, ik ga mijn best doen. Dus we gaan lekker starten. We beginnen gewoon met de warming-up. Jullie mogen beide armen naar voren gaan draaien. Lekker grote rotaties. Zorg dat die schouders lekker meekomen. Hoeft niet per se heel snel. Als je de beweging maar zo groot mogelijk maakt. Dus laat die armen vlak langs je oren gaan. Yes, lekker groot, even die schouders, lekker soepel, zodat je straks vanuit alle hoeken die stoten kan geven. Oké, dan mag je naar de andere kant, dus als je geluisterd had, dan mag je nu naar achter. Was je heel rebels, dan mag je nu naar voren. Heel goed, dus ook weer die grote rotaties. Zorgen dat je de schouders een beetje los krijgt, probeer te krijgen in ieder geval. Yes, dan gaan de armen naar voren en weer naar buiten. En bij voor mag je jezelf kruisen. Je mag jezelf eigenlijk even een knuffel geven. Corona-proof knuffel. Hierbij mag het. Het gaat bijna verleren, dus dat moeten we wel een beetje bijhouden, hè, die knuffeltechniek. Oeh. En dan gaan we de armen omhoog zwaaien. Een beetje als een wave of een juichmoment. Yay! En die mag je steeds wat groter maken, dus een beetje door je knieën heen zakken. Wips een beetje naar achter. Yes, zodat het echt op een weef begint te lijken. Wel een beetje een eenzame weef. Maar als we ze allemaal aan elkaar vastplakken voor jullie, dan wordt het vanzelf een mooie weef. Heel goed. Nog 3, 2, 1. Oké, dan mag je de vingers even in elkaar doen. Handen bij elkaar. En dan mag je even rondjes gaan draaien met de polsen. Of vanuit de polsen, dus met de handen. Even die handen een beetje losdraaien. Zodat je er straks mee kunnen stoten, maar vooral dat we er ook op kunnen leunen als het nodig is. Heel goed, beide kanten op. Dus dat je een paar keer rechtsom en een paar keer linksom doet. Er is er vaak één die wat soepeler gaat, dat is altijd een beetje gek gevoel. Bij mij in ieder geval wel. 3, 2, 1. Oké, dan gaan we even naar de benen. Je mag één knie optillen, die mag je vastpakken en naar je bovenlichaam trekken. Even een paar tellen vasthouden en dan wissel je rustig van kant. Behalve als je voelt dat je gelijk omvalt, dan moet je natuurlijk iets sneller je voet weer neerzetten. En niet dat je omvalt en dat je zegt, ja, maar Jeroen zei dat ik hem vast moest houden. Zo werkt het natuurlijk niet. Ga je opeens zo in de woonkamer. Yes, dus dit doen we voornamelijk voor de bil en hamstring. Achterkant van je bovenbeen. Juist, rustig om en om eventjes doen. Dat blijven we doen, alleen nu mag je bij het loslaten uitstappen, uitvallen in een lunchhouding. Waarbij je armen boven je hoofd uitstrekt. Doe dat voorzichtig. Yes, dus pak je knie vast, til jezelf op de tenen en dan val je rustig naar voren in een lunchpositie of een iets verder, want het mag zelfs iets meer een stretchhouding zijn dan de lunge zelf. Juist, heel goed. Neem even de tijd. Er zal vast wel af en toe een herhaling tussen zitten die iets minder soepel gaat. Zien wij toch niet, dus dat maakt helemaal niet uit. En dat hebben wij ook. Tenminste, ik wel. Bij Daan gaat het sowieso te zien foutloos. Ik mag zeggen, zij zien het bij mij wel. Vervelend, hè. Bij Daan lukt altijd alles. Dat is altijd zo. Je had je vroeger ook altijd in de klas. Oké, laatste 3, 2, 1. Yes. Oké, dan mag je even komen dribbelen. Gewoon op de voorvoetjes. Beetje, probeer een beetje losjes rustig aan te dribbelen. Dus gewoon hakken los, lichtjes op de voorvoeten. En dan gaan we daarbij rustig gaan. Wat stoten, dus je armen om de beurt uitstrekken. Dat doet nog niet zo snel, nog niet zo hard. Maar gewoon even rustig die beweging maken. Yes, dat we even langzaamaan die hartslag gaan verhogen. Zodat je alvast een beetje opwarmt en licht buiten adem raakt. Zodat je zo meteen niet zo snel die grote schok krijgt tussen rust en werk. Maar dat we dat nu al een beetje opbouwen. Oké, dan mag je tempo eventjes opvoeren. 10 seconden lang wat sneller. Dus hoog tempo, korte kleine bewegingen, maar wel snel. Nog 3, 2... 1 en weer even rustig. Dus weer in die dribbel met rustige je arm strekken. Dus hele lichte stoten.
En dan gaan we over 3 seconden weer sneller. 2, 1, yes, snelheid. Snelle voeten, snelle armen. Heel goed. Tempo lekker hoog. En weer rustig, nog 1 keer. Dus rustig tempo. Ja, dus probeer die schouders lekker losjes te houden, lekker laag. En snel, 10 seconden hoog tempo. Hoog tempo, hoog tempo, hoog tempo. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En even rustig tempo. Oké, neem even een slokje. Blijf een beetje in beweging. Dan gaan we beginnen met de eerste combinatie. Dat gaan we lekker eenvoudig houden. Althans, de intensiteit bepaal je natuurlijk zelf. Maar de combinaties houden we eenvoudig. We beginnen met de jab cross. Dus eerst je voorste hand en dan je achterste hand. Dus als je links bent, begin je met je rechterhand. En als je rechts bent, begin je met je linkerhand. En dat doe je gewoon op je eigen intensiteit. Gewoon lekker instoten. En daarbij gaan we af en toe wat oefeningen doen. En datzelfde gaan we uitbouwen naar jab, cross, cross. Dus dat je de tweede stoot 2 keer achter elkaar geeft. Dus een jab, cross, cross. Nou, die combinatie gaan we ook doen met de hoeken en met de opstoten. Dus met alle 3 de soorten stoten die we vaak gebruiken. Waarbij we daartussendoor oefeningen gaan doen. Om voor de afwisseling en dan komt daar een beetje aan de spierballen te werken. Dus dat is wat we gaan doen. Dus zorg dat je klaar voor bent. Dan gaan we beginnen met de jab cross. Dus links rechts als je links bent of als je rechts bent. En rechts links als je links bent. 3, 2, 1. Yes, start er maar. Jab cross. Yes, dus beweeg op de voorvoetjes. Je hoeft ook niet per se helemaal stil te staan. Je mag een beetje indraaien. Een beetje bewegen alsof je een denkbeeldige sparringpartner hebt of tegenstander, met hoe heftig je het wil maken. Maak rustig die jab cross beweging vanuit je dekking. Yes, dus je draait je heup in en je heup en je schouder. Waarbij je constant contact houdt met je voeten en de vloer. Dus tussen je voeten en de vloer. Dus voel je dat je achterste voet loskomt, zorg dan dat je iets meer op de vloer blijft staan. Dus hou die achterste voet op de vloer, iets minder naar voren leunen en iets meer draaien bij je stoot. Yes, dus hou altijd contact. Doen we nog 10 seconden en daarna gaan we squatten. 3, 2, 1 en squatten. Yes, dus zet je voeten op schouderbreedte ongeveer, tenen een paar graden naar buiten draaien en dan ga je zitten en staan. Waarbij je voet goed op de vloer blijft. Hak, maar ook de voorkant en de buitenkant. Je knieën naar voren komen en een beetje naar buiten. En je borst blijft op. Goed omhoog. Heel goed, zorg dat je goed blijft uitademen. Blijf ademhalen bij elke beweging. Nog 15 seconden. Bij elke herhaling is de ademhaling aanwezig. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En dan gaan we naar de jab, cross, cross. Yes, start hem maar. Dus die achterste stoot, die doen we nu 2 maal. Heel goed. Probeer die handen weer bij de dekking te houden. Hou de ellebogen een beetje naar binnen. Anders ligt je lichaam open voor de bodyshot van je tegenstander. En beweeg lekker een beetje mee. Dus beweeg een beetje door je woonkamer, over je zolder, als je ruimte hebt. Yes. Maar blijf contact houden met de voeten op de grond. Yes. Dus wel, je mag wel indraaien, lekker op die voorvoet. Maar zorg wel dat je zwaartepunt precies in het midden blijft tussen je voeten. Dus onder je heupen. Dus dat je evenwicht houdt. Balans. Nog 20 seconden, ietsje minder inmiddels. En daarna gaan we wederom naar de squats. Vond je die nou de eerste ronde veel te makkelijk, dan mag je er een sprongetje bij toevoegen. Maar een goede squat is denk ik zwaar zat. En yes, squat hem maar. Heel goed, dus let weer op de plaatsing van je voeten. Dus breed genoeg, je staat sneller iets te smal. Dus zorg dat je billen eigenlijk tussen die knieën doorpassen. Ook al doen ze dat niet helemaal letterlijk, maar die ruimte moet er wel zijn. Heel goed, blijf de bips goed naar achter duwen. Knieën naar voren en naar buiten. Trotse houding. En blijf ademhalen. Blaas uit.
zodat de afvalstoffen naar buiten kunnen. En adem in, zodat er weer zuurstof naar de spieren kan, zodat je dat weer kan verbranden. Omdat het motortje tenslotte draait. Nog 3, 2, 1. Yes, we gaan hoeken. 1 voor, 1 achter. Yes, start hem maar. Dus 1 hoek voor, 1 hoek achter. Ga weer lekker draaien, weer lekker bewegen. Bij de hoek sla je letterlijk eigenlijk om de hoek heen. Nou, letterlijk, maar figuurlijk om het hoekje heen. Waarbij je elleboog goed hoog blijft achter je pols, zodat je pols, eigenlijk achter je hand, zodat je pols recht blijft. Net alsof je tegenstander in zijn of haar dekking staat. Dan is er aan de zijkant wel een gaatje en die probeer je te raken. Daar probeer je hem te raken. Yes, en blijf ook hierbij weer goed indraaien. Dus gebruik je heupen. Zelfs als je in de lucht slaat, zoals je misschien nu wel aan het doen bent, kan je nog steeds goed kracht meegeven. Dus zorg dat die intensiteit er ook is, hè. Dus knijp goed in de vuist en maak gewoon lekker krachtige bewegingen en haal hem snel terug. Nog 10 seconden. En na die 10 seconden gaan we push-ups doen. Geen spannende nieuwe bewegingen, maar wel een gouden oude, goed effectief. Yes, opdrukken. Je hebt een paar opties. Je kan vanaf de knieën, en dat je je heupen mooi in een rechte lijn houdt. Of vanaf je tenen, dan wordt je wat langer. Maar je kan ook op je knieën en dan met je heupen boven je knieën. Dus het zijn eigenlijk 3 varianten die je kan gebruiken. Zodat je altijd wel een manier hebt die voor jou passend is. Zorg dat je ellebogen schuin naar achter gaan. En hou vooral die rechte lijn, die plank aan. Dat is bij de eerste 2 opties die ik noemde natuurlijk. En ook hierbij, elke keer als je uitduwt, blaas je uit. Dat is voor de meeste van ons het prettigste moment om uit te blazen. Helemaal omdat je zelf natuurlijk ook nog een beetje omhoog blaast. Dus dat maakt het extra makkelijk. Of iets makkelijker. Het is maar net hoe je het ziet. Laat het positief bekijken. Hè? Nog 5 seconden en dan gaan we naar de hoek voor en dan 2 keer de achterste hoek. Yes, komt u maar weer staan. Dus hoek voor en dan 2 keer achter. Ja, staat er maar. Dus eigenlijk jab, cross, cross, maar dan met de hoek in plaats van de directe stoten. Yes, haal hem tussendoor wel even terug. En dus ook je heup. Dus je haalt niet alleen je arm zwaaien, maar je draait juist met je lichaam in. Zoals Danielle zo mooi laat zien. Heel goed, en zorg dat je die intensiteit lekker uitdagend hebt. Hè? Je bent nu eenmaal begonnen met die workout. Dat is het moeilijkste punt. Dit is eigenlijk het makkelijkste. Hè? Gewoon even jezelf uitdagen. Even lekker zweten. Je hoofd leegmaken. Nog 20 seconden. En daarna gaan we weer opdrukken. Nog 10 seconden. En 3, 2, 1. En opdrukken of push-ups. Geef het eens een naam. 45 seconden. Ellebogen schuin langs je lichaam. Yes, dus als je merkt dat je ellebogen heel erg naar buiten gaan, dat ze echt naast je schouders zitten, dan mag je proberen om ze ietsje meer naar beneden te houden, iets meer langs je lichaam te houden. Dat kan in het begin even wat lastiger voelen, maar het is wel veiliger voor de schouders, minder blessuregevoelig. En uiteindelijk ga je, als je dat blijft doen, ga je daar ook echt sterker in worden. En in die hogere push-ups met die ellebogen, daar ga je weinig profijt uit halen. En nogmaals, het is vrij blessuregevoelig, dus dat doen we zo min mogelijk. Ik was even aan het spieken hoeveel tijd we al bezig waren. Hoe lang we al bezig waren. Nog 3 seconden. 2. 1. Yes, dan gaan we naar de opstoot. Opstoot voor, opstoot achter. Yes, start hem maar. Dus die opstoot of uppercut, die komt van dichtbij. Je arm blijft dichtbij. Je gaat niet te veel als een molenwiek waaien. Maar je gaat vanuit je lichaam een beetje kracht meegeven. Korte stoot. Op je denkbeeldige tegenstander zijn of haar kin. Vaak, meestal. Dus als die een gaatje laat in zijn of haar dekking, dat je dan precies zo onder die kin eventjes omhoog stoot. Nog 30 seconden. Maar ook deze stoot komt weer meer vanuit je heupen qua kracht en benen dan vanuit je armen. Je werkt vanuit je middel naar je ledematen. Hier zit de meeste kracht, daar zet je hem in en je arm verplaatst die kracht alleen maar. Een beetje als, dat is een beetje de messenger.
Nog 5 seconden. Daarna gaan we naar lunges. Wederom niet heel spannend, maar wel lekker effectief. Yes, lunges. En trouwens, lunges zijn vaak al spannend genoeg. Hele goede oefening, vaak een beetje onderschat. Lunges of split squats. Maar erg goed voor je benen, maar ook voor je balans. Dus om al die spieren in de knieën, benen, billen allemaal samen te laten werken. Enkel. Dus een erg goede oefening om regelmatig te doen in je thuisworkouts. Bijvoorbeeld. Heel goed. Rustig om een omste beurt. Hou je borst op. Zorg dat je ongeveer een heupbreedte of nog net iets breder uitstapt. Zodat je je niet te veel zorgen hoeft te maken over je balans. Nog 5 seconden en dan gaan we naar 1 keer voor, 2 keer achter met de opstoot. Yes, daar gaan we. 1 keer voor, 2 keer achter met de opstoot. En weer lekker die hoge intensiteit. Hou hem weer lekker compact. Je stoot van je af, maar laat hem niet te veel naar beneden zakken, die hand. Heel goed. En weer lekker mee bewegen op die voorvoeten. Hou dat zwaartepunt precies onder je heupen, dus tussen je voeten, zodat je niet uit balans raakt. Je staat juist lekker stevig. Nog 30 seconden. En dan gaan we naar de laatste keer lunges. Om het eerste blok, blok 1, af te sluiten. Dus knal nog even die laatste paar stoten eruit. Of het nou in de lucht is, of tegen je bokzak, of tegen de pads van jouw trainingspartner. 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en lunges. Deze kan je eventueel ook weer iets uitdagender maken met een jump switch in plaats van dat je hem stapt. Kijk, Danielle laat hem bij deze even zien. Maar je mag ook gewoon weer door in rustig uitstappen en terugstappen. Probeer ook in één mooie krachtige beweging terug te stappen. Beweging terug is eigenlijk schuin omhoog naar achter. Yes, goed afzetten. Hou je voorste hiel goed op de grond. En 15 seconden nog. De laatste paar halen nou nog heel even vol. Maar dat, ik heb het idee dat dat helemaal goed gaat bij iedereen. Nog 5 seconden. Ik zal weer iets meer naar de camera kijken in plaats van naar mijn schermpje. En rust. Yes, neem even een slokje als je wil. Of even extra zuurstof. Of kijk even of het nog goed gaat met de kids. Of met je man of je vrouw. Daar moet je ook altijd op letten. En dan gaan we daarna een blokje voor de core doen. Buikspieren vaak wel genoemd. Maar we pakken ook wat andere spiertjes mee. We gaan zo meteen naar beneden. Nou, dus Danielle gaat zo meteen ook naar beneden. Als het goed is, is het allemaal nog goed te zien. En dan gaan we beginnen met de superman. Of supervrouw. Of de bird dog. Dus je gaat... Kijk, juist. Danielle deed alvast de volgende voor. We gaan naar de knieën en de handen. Dus op de knieën en de handen. De tabletop positie. En dan gaan we eerst aan één kant herhalen de superman of supervrouw. Dus je trekt je knie en je arm los van de grond en die strek je uit. En dan houden ze weer naar elkaar toe, maar ze blijven net boven de grond. En dan strek je dezelfde kant weer uit. Controle vanuit je buikspieren. Dus dit kan je doen zonder spanning. Dan voel je eigenlijk niks. Of je let heel erg op het aanspannen van je buik. Dus die ribben iets naar je heup. Doen alsof iemand in je buik stoot. En dat doen we eerst alleen maar aan één kant. Daarna gaan we mountain climbers doen. En daarna gaan we diezelfde oefening aan de andere kant doen. Dan weer mountain climbers. En dan gaan we gelijk door naar op de buik liggen. En dan de arch ups. Als ik het goed heb onthouden. Nee, eerst de arch hold. Ik heb gejokt. Even spieken. Dus eerst trek je alles zo ver mogelijk omhoog en hou je hem vast. Daarna draaien we om en doen we de hollow hold. Dus dan gaan we liggen als een banaantje. Nou, nu doet ze de meest gevorderde versie en nu past ze hem aan. Kijk, je kan je knieën intrekken als je maar zorgt dat je je buik aanspant en je rug een beetje bol houdt. Yes, dus je kan één been strekken, twee benen strekken, beide benen buigen, mag allemaal. Daarna draai je weer om voor de arch ups. Daar waren ze. Dus dan ga je omhoog en omlaag. En daarna draai je hem weer om voor de hollow rocks. Dus dan ga je weer naar die bananenhouding, maar dan ga je schommelen tussen je stuitje en je schouderbladen. Dus een klein beetje heen en weer als een schommelstoel of als een banaantje wat heen en weer schommelt. Dat zie je niet zoveel, maar heel, ja, bij deze. Dus dat is het rondje wat we gaan doen.
Dus we beginnen met de superman of supervrouw of de bird dog. In 3, 2, 1. Yes, start hem maar. Dus je haalt één knie en dan je andere hand los. Dus wel een diagonaaltje maken, anders wordt het heel lastig. Je spant je buik en dan ga je rustig en gecontroleerd je arm en je been uitstrekken. Waarbij de rest van je lichaam zo stabiel mogelijk blijft. Ik ga even spieken bij jullie hoe het gaat. Ja, dat gaat goed hoor. Heel goed. Nog 5 seconden en dan gaan we naar de mountain climbers. Dus in de hoge plank, omste beurt een knie naar binnen. Yes, mountain climbers. Yes, dus de beweging blijft hetzelfde, maar wil je iets meer controle en iets rustiger, dan kan je dus wat langzamer doen. Gaat hij heel goed en kan je de stabiliteit en de stijfheid houden, dan mag hij ook wat sneller. Zorg dat je schouders boven je handen blijven of je handen onder je schouders. Nog 10 seconden en dan gaan we naar de superman of de supervrouw aan de andere kant. Of de bird dog. Voor heel veel oefeningen heb je 26 namen. Dus dat, hè. Yes, daar komt hij weer. Dus de andere kant dan die je er net gedaan hebt. Start hem maar. Zorg dat die knie... Juist, dan span die buik. Over die knie zei ik niks meer. Span je buik, dat is het belangrijkste. Soms moet je ook niet te veel zeggen. Hè? Dat moet ik mezelf af en toe herinneren. Heel goed hoor, lekker bezig. Nog 10 seconden en dan gaan we weer naar de mountain climbers. Nog 3, 2, 1 en mountain climbers. Voor de laatste keer. Daarna gaan we dus door naar de arch. Ups. Nee. Hold. Ja, ging weer fout. Het is maandagochtend, hè, nu ik hem opneem. Misschien is het bij jullie wel vrijdagavond, maar wij staan op maandagochtend. Dus ik ben nog eventjes helemaal in de war. 10 seconden nog. 10. En daarna gaan we gelijk op die buik liggen. Voor de arch hold. En yes, lig op de buik. Strek je uit en trek zoveel mogelijk omhoog. Yes, dat is eigenlijk wat je moet doen. Dus je armen, je borst, je heupen, je benen. Dus je probeert met zo min mogelijk van je lichaam op de vloer te blijven liggen. Nou zie je Danielle bijna niet liggen, want de vloer is zwart en Danielle is in het zwart. Nee hoor, dat zie je hartstikke goed. Maar je trekt dit zoveel mogelijk omhoog, als een omgedraaid banaantje. Nog 5 seconden, dan draai je hem op je rug. En dan ga je naar de hollow hold. En yes, draai hem om. Flip hem over, trek hem gelijk omhoog. Zorg dat je je ribben naar je heup trekt, dat je onderrug tegen de mat is. En dat kan dus met één been gestrekt, beide benen gestrekt of beide benen gebogen. Armen langs je hoofd, langs je oren of armen langs je benen. Heb je nou zoiets van, joh, ik snap niet pas wat je bedoelt. Even terugspoelen en dan kan je weer opnieuw beginnen. 10 seconden nog. Daarna draai je weer om voor de arch ups. Hé, ik zei het goed. 3, 2, 1. Yes, kom weer liggen op je buik. En trek je bovenlichaam en je benen omhoog en weer omlaag. Omhoog en weer omlaag. Voor die onderrug, belangrijk, zeker als je bijvoorbeeld nu veel thuis zit en extra veel zit, die onderrug is belangrijk om die sterk te houden. En dan krijg je ook minder snel last van je onderrug. Krijg je nu last van je onderrug, dan is het in principe 9 van de 10 keer gewoon goed, want het is een beetje spierpijn, een beetje vermoeidheid. Wat je normaal in je buikspieren ook altijd voelt, dat je denkt, ah lekker, dat is hetzelfde wat je in je rug voelt. 5 seconden, gaan we weer omdraaien voor de hollow rocks. Schommelen, yes, draai hem om en we gaan schommelen. Als een banaantje, of als een half banaantje, of yes. Kijk, Daan doet er netjes voor. Nog 20 seconden. Deze is vrij heftig hoor. Als je deze 30 seconden achter elkaar kan, dan ben je echt aan het bikkelen. Dan zit je echt mentaal supersterk. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, dat was even de core intermezzo. Vind je dit nou lekker en wil je hem nog een keer doen? Spoel even terug, doe je hem nog een keer en dan sluit je daarna gewoon weer aan. Hey, we gaan het laatste blokje doen. Blokje 2, eigenlijk kernblokje 2. Dat core blokje was even intermezzootje. We gaan wat trappen en wat conditionele oefeningen tussendoor doen. Om even lekker met een haai te eindigen en daarna zijn we klaar. Dus we gaan zo meteen 30 seconden knieën doen. Daarna 30 seconden, ik ga er even spieken, jumping jacks. Daarna 30 seconden sidekicks, om en om, dus tik, één kant, hoppatee, en dan de andere kant. Je mag ook 2-om-2 doen, tuurlijk joh. Hè? En daarna knieën heffen op de plek, sprinten, juist. Daarna gaan we naar de frontkicks.
Heel goed, met burpees. Of down and ups. Als een burpee geen optie is vanwege bijvoorbeeld dat je zwanger bent of dat je ergens last van hebt, dan kan je ook een down and up doen, dus een halve burpee. Yes? Zijn jullie er klaar voor? Daan, ben jij er klaar voor? Yes, Daan is altijd klaar voor. Oké, dan gaan we beginnen met de knieën. In 3, 2, 1. Yes, start hem maar. Yes, lekker het geven van de knie. Hoge intensiteit. Dat is lekker kracht met een beetje snelheid erbij. Gewoon lekker power erin. Gooi je heup naar voren. Dus je knie optillen en dan goed je heup naar voren. Dus je wil je tegenstander raken met de voorkant van je knie. Hé, hey, moet je wel de tijd aanzetten. Ik gok op nog 10 seconden. Misschien klopt die niet, maar ik gok er gewoon op. Nog 3, 2 en jump jacks. Oep, oep, oep. Grote bewegingen, armen helemaal omhoog. Land op de voorvoetjes, knieën licht gebogen. Dit is de finale ronde, hè? Dus we gaan eventjes knallen. Hartslag omhoog, lekker hoog tempo. Daag jezelf uit, zelfmedelijden en uitrusten, dat is voor achteraf. Nu gaan we even vlammen. Knallen, dat hoofd helemaal leeg. Luie zweet er weer uit, 10 seconden nog. Oep, 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 oep. En daarna gaan we naar die sidekicks. Sidekicks, 3, 2, 1. Yes, zijwaartse trappen. Lekker ooms de beurt. Vaak is één kant wat makkelijker dan de ander. Qua coördinatie. Maar we zien het toch niet, dus leef je uit, joh. Helemaal los. A la Bruce Lee. Of Jet Lee. Of Steven Seagal. Of, noem ze eens op. We hebben nog vrouwelijke Kill Bill. Beetje inclusief zijn, hè? Nog 5 seconden. En knieën heffen op de plaats. Yes, let's go, let's go. Hoog tempo, hoog tempo. Knieën lekker hoog. En snel. Hop, 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 hop. Kijk of je Danielle bij kan houden. Oeh, dat wordt lastig. Maar kijk, ze doen er aan en ze doen de best thuis. Ik zie het, 15 seconden. En daarna gaan we naar de laatste ronde. Frontkicks en burpees. Hey, hey, 3, 2, 1 en front kicks. It is. Eerst je knie omhoog, dan je benen uitstrekken en je heup mee naar voren. Wel goed om eerst op te warmen. Hoehoe. Ging mijn hamstring. Yes, car. Power op buikhoogte van je tegenstander of ster of je sparringspartner. Kom op, nog 10 seconden en daarna sluiten we af met de burpees. 30 seconden. 3, 2, 1. Yes, let's go. Laatste 30 seconden burpees. En daarna ben je klaar. En voor je dit nou een lekker rondje, doe je hem gewoon nog een keer. Kom op, de laatste 15 seconden. 10, kom op. Nog de laatste paar burpees. Probeer hem helemaal vol te maken. 5. 4, 3, 2, 1. Yes, heel goed. Even rust. Maar dat lukt meestal wel, die rust. Oké. Had je nou zoiets van, dat laatste rondje vond ik eigenlijk wel heel lekker. En ik kan misschien nog wel eventjes. Dan doe je hem gewoon nog een keer nu. Spoel je weer even terug. Wij houden het format op 30 minuutjes, zodat het een beetje compact blijft. Maar jij kan het natuurlijk terugspoelen, zodat je hem extra kan doen. Net zoals dat core rondje, als je die lekker vond. Zodat je dit kan gebruiken voor je eigen training. En misschien zelfs vaker dan één keer. Voor nu gaan wij afscheid nemen. We gaan even uitrusten, wat rekken en strekken. En dan zien we jullie de volgende keer weer in een volgende Goedemorgen Westland workout. Of gewoon hier bij ons op de sportschool als het weer mag. Dus wij wensen jullie nog een fijne dag. Tot de volgende keer. En blijf gezond. Doei doei!